Goeiedag mensen, en daar zijn we weer. Jawel, jawel. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Het is zaterdagochtend. Heerlijk, zonnetje schijnt. Wat willen we nog meer? Dus eerst gaan we natuurlijk naar de kapper. Dit keer gaan we weer naar Zaiki, Master Barber. Jullie hebben mij daar een tijdje niet meer gezien. Ik ben wel geweest, maar het was vrijdagen. Moment dat ik niet vlogde, maar vandaag gaan we weer vloggen. Dus jullie gaan hem ook weer zien, na lange tijd. En dit is mijn comfy outje voor vandaag. Ik heb die nieuwe trackpants. Voor de mensen die op me eens ook hebben gevraagd waar hij vandaan is. Hij is van EPTM. Ik moet snel denken, toch? Ga ik niet in Engels doen, gewoon Nederlands. En de shirt is van Shiba. Die nieuwe cap van Der Buca. Jammer, is een goeie, hè? Verfrissend. En mijn patas van Vans. So, let's go. Kijk wat we hier hebben. Sebrade, Master Barber, hè? Ja, toch. Zaiki, aanwezig. Jammer. Hoe wordt het fresh? Ja man, deze kop. Lang mee. Ja, ja, ja. Cam, cam. Cam. Ja man, twee dingen. Fresh, fresh kop. Hé. Ja toch. Dat gebeurt toch, elke weekend. Ja man, straks zet je die helm op en dan... Doe mijn helm af, dat is maar een paar jaar. Ja, snap je wel. Wanneer gaan we weer rijden? Zeg maar man, wanneer kan je? Ik heb altijd toch? Ja, man, vandaag. Zullen wanneer mooi weer is, dan... Vandaag, zullen we vandaag? Hé? We hadden het hier over clipskills. Over die clipskills valt niet te twisten. Toen zei ik in Leiden zijn beide goede kappers. Dus eigenlijk moeten we gewoon een challenge verzinnen op een andere manier of zo. Hè? Huh? Ja, op wat voor manier? Lino, Lino. Perfect touch. Perfect touch? Kijken wie de smoothste kapsels hebben verdwenen. Hè? Kom maar op, kom maar op. Ja, hè? Of misschien nog een opdruk challenge. Wie het meest kan opdruk, hè? Saa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 
We gaan iets verzinnen, dat komt goed. Jette. Touch, wacht op jou. We zijn collega's. Komt goed. Hey. De smoothste kapsel. Schrijf maar de reacties wie de mooiste kapsel opzet. Hey. Oh, ik zo, Jette. Ik doe niet een gym challenge, ik doe een kapsel challenge. Hey, Koep is weer fresh. Eigenlijk moet je voor me filmen toch? Kunnen ze beslissen wie de challenge gaat winnen, hè? Klappen. Hè? Dat is niet goed. Moet kijken waar ik moet draaien. Ja, toch. Hè? Overlopen, alles. Kom maar, zie je scherp, scherp. Scherp. Is die contour waterpas? Moet ze ook zien, toch? Kijk hoe scherp, jongen. Vlijmscherp. Dit is met een scherm is gedaan. Net zo. Snap je? Volgende keer. Ja. Van de lijnen. Ja. En dan mogen de kijkers beslissen. Alleen naar Lionel als, huh? Als het moet en niet als het kan. Ja. Goed. Ja? Shalom, we zijn collega's, maar toch, weet je. Ja. Komt goed. Ja. Bij Lionel kunnen jullie beslissen wie de challenge heeft gewonnen. Huh? Ja, toch. Mijn koep is fresh. Maar schatje moet er ook fresh uitzien, toch? Ik heb meerdere schatjes. Dit is één van mijn schatje. Daarom bedoel ik auto, motor. Voor problemen krijg. Huh? Denk maar dan, hè? Ik heb meerdere schatjes. Kijk hier, nu in de sop. En nu gaan we even afspuiten. Jetze. Hey, fresh straks. Glimmend en wel. Volgens mijn non is mijn outfit te nonja vergeleken bij haar. En we gaan richting mijn oma, dus zij trekt iets anders aan. Dus nu zit ik weer in een lastig pakket. Kijk wat ik aan ga trekken. Ik begin altijd bij de patas en dan bouwen we naar boven. Broek, shirt. Dus welke ga ik vandaag aantrekken? Ik denk dat ik voor wit ga. En dit is uiteindelijk mijn oudje. Ja, net had ik die witte shirt hiervan aan. Nu die groene. Blauwe broek en mijn witte patas zoals ik net zei. Ja toch, is het goed of niet?
Minder nonchalant net. Oké. Okay. Dan kunnen we gaan. Ik hoop dat mijn man klaar is. En voordat we weggaan, moet ik jullie nog één ding laten zien. Ik zeg jullie eerlijk. Boys, mannen. En de dames die nog een cadeautje willen kopen voor hun vriend. Nieuwe parfum heb ik gekocht. En hij is echt lekker. Ik zeg jullie eerlijk. Het heeft lang geduurd voordat ik hem kon vinden. Het is parfum van Kenzo. Maar het is een oudere versie. In de winkel hebben ze alleen die nieuwere versies. En die vond ik niet zo lekker. Deze vind ik echt sweetie. Lang geleden had ik hem ook. Maar hij was alweer op. Dus het was tijd voor een nieuwe. Zelfs mijn non is weer verliefd op mij geworden. Nu zit het weer uit. Wil je ruiken? Ruik. Lekker. Lekker. Ja? Spel even een stoppertje. Lekker. Wat is Kenzo? Zeker boven. Ja, hey, let's go. Hey. En we zijn eindelijk in Emmen aangekomen. Iets meer dan een uurtje rijden. We hebben wel bloemen gehaald, ja toch. Kan je met lege handen aankomen. Mijn oom heeft al geappt van één. Er is eten, ze heeft eten gekookt. Dus waar eten is, daar ben ik. Jette. Ik ben een eetmachine. Als je wil groeien, moet je veel eten braden. Dat zullen we ook zo meteen gaan doen. Probleem. Lekker. We zitten dan gezellig bij mijn oma op visite. En zit ik weer uitgesloofd in de keuken. Ik hier alleen maar lekkere dingen. Navy Given. Die is honger. Mijn oudere nichtje Avital. Gezellig hè. Maar dan ook weer glimlach. Je ziet eten, hè? Direct vrolijk. Hier, bakabana. Lekkere kip. Rijst. Lekker. Moxie Alesi. Kijk, hij wordt gelijk vrolijk. Kan het eten. Ziet er goed uit, oma. Lekker, hè? Lekker eten. Ja. Hij wacht echt op het moment dat ze eten komt. Ik denk toch een beetje blender. Wat zei je net? Zo. Ik ben moe, hè? Ik ben zeker moe. Lekker gegeten of niet? Ja, we hadden echt lekker gegeten. Rijst, kip. Jongen, nu zit mijn maag vol. Hey, ik moet morgenochtend weer even gaan joggen, man. Even weer verbranden. Jullie zien me alleen maar eten, jullie denken ik ben papzak of zo. Lekker chillings op de bank. Of niet? Ik was al naar mezelf aan het kijken. Ja, kan nog steeds. Lekker gegeten? Ja. Ja, ik ook. Maar ik ben wel lui. Ik lekker op de kapot. Bank luieren. En zometeen moet ik ook nog opstaan. 3 uur, 4 uur 's nachts. Maar het gevecht Mayweather, Conor McGregor. Ik hoop dat Mayweather gaat winnen. We zullen het zien. Ik hoop op een goede pot. Niet na 1 minuut eentje noggie. Met niks opgestaan. Maar op een goede spannende pot. Zoals ik net zei, we zijn thuis gekomen en we hadden een lief cadeautje van oma gekregen. Maar laten we direct gewoon met de deur in huis vallen. Want het is niet zomaar een cadeau, want het is... Begrijpen jullie hem? Ja. We krijgen een kleintje hoor. Jawel. We hadden het veel eerder willen zeggen, maar het was zo druk allemaal. Het was het juiste moment. Plus de zekerheid. Nu, dat ook nog. Nu kan het. Kijk, we hebben een groot huis. Het begint een beetje stil te worden. Huis dat moet gevuld ik worden. Zeker. Huis moet gevuld worden. Ja, man, het is allemaal helemaal spannend. Mm-hmm. Over een paar weken weten we ook het geslacht. Ja. Dus dat is nog een. Dat is nog een geheim. Weten we zelf ook nog niet. Nee, en als je meer wil weten erover. Check Manon video. Ja, ze heeft speciaal een video voor opgenomen. Ja. Ik ben niet zo spraakzaam wat dat betreft. Maar, nee, die gaan Manon we morgen wel. Samen doen. Samen? Ja. Ja. Oké, gaan we doen. Dus check het op haar kanaal. Online. En voor nu, dit is de tweede babykleding wat we hebben gekregen. Ja. Dus het begint gewoon echt dichterbij te komen. Zie je dit voor jullie? En dit? Papa Dwinna. Jongen. Sokjes. Ja, wel leuk hè? Spannend allemaal. Dus ja, maar dat was het goede nieuws. Ik word papa, ik word vader. En ik word mama en ik moet met een dikke buik. Ja. Ik doe alleen het leuke werk, hè? En ik ben nu ook echt super moe, dus vandaar dat ik er zo gaar uitzie. Ja.
Mag wel, mag van mij. Zwangerschap is heavy. Maar dat vertellen we allemaal in de video. Dus. Jette. Kijken dus, mocht je benieuwd zijn. En hier zitten we dan weer. Het is inmiddels de volgende dag. Ik was vannacht gewoon helemaal vergeten mijn camera bij te pakken. Ik was half slapend werd ik wakker. Te vroeg. Want Gimma was pas 2 uur later en ik was opgestaan. Eerst waren er nog andere gevechten. Dat is ook wel leuk, maar niet zo spannend als het hoofdgevecht. En zoals verwacht, Mayweather had gewonnen. Ja toch. Maar nu is nu een video aan het editen over de zwangerschap. Dus mocht je hem nog niet gezien hebben, check hem dan even. Ik zal de link wel in de beschrijving zetten. En nu ben ik gewoon rustig, fijn aan het kijken. En daarmee ga ik de vlog ook afsluiten. Ik ga wel verder vloggen, maar dat komt in de volgende vlog. Zo, stay tuned. Bedankt voor het kijken, mensen. Ciao, ciao.